Goedendag, ik ben Gert-Jan Hegeman, productmanager VL Draaimachines bij Racing Agri. Vandaag staan we hier bij de nieuwe FC3115 maaier. Kuhn heeft deze maaier volledig nieuw ontwikkeld en afgelopen jaar voor het eerst in de markt gezet. Zoals je kunt zien is deze maaier uniek bij Kuhn doordat deze verticaal opklapbaar is. Voor transport kan deze 126 graden inklappen en zit hij mooi compact dicht achter de trekker en verdeelt het gewicht goed over de hefarmen van de trekker voor een optimaal stabiel transport. In deze video zullen we wat meer in detail gaan kijken naar de opbouw van de machine en de verschillende functies van de machine. Het uitklappen van de machine is zeer eenvoudig. Met het touwtje omgrendel ik de machine en met het ventiel klap ik de maaier uit richting de werkstand. Deze stopt dan automatisch op de kopakkerstand en met het andere ventiel kan ik de maaier in de kopakkerstand zetten. Vervolgens kan ik hem met hetzelfde ventiel ook weer uitheffen in de kopakkerstand om zo te draaien op de kopakker. Als we in detail gaan kijken naar deze FC3115, dan beginnen we vooraan. We zien de zware aankoppeling, dus een zware aanbouwbok, een zwaar gebouwde maaier met allemaal gietdelen als hoofdframe. Dit zorgt ervoor dat de maaier ook met grote tractoren op hoge rijsnelheid zeer stabiel is. Wat ook weer zorgt voor de degelijkheid en de betrouwbaarheid van de maaier, ook onder zware omstandigheden. Als we gaan kijken, hebben we één keer een dubbelwerker ventiel nodig om de machine in en uit te klappen en een enkelwerker ventiel om de machine op te beuren op de kopakkerstand en tevens om de bodemdruk aan te passen. Als we gaan kijken, heeft de machine een lift control systeem. Lift control is al vele jaren uniek bij Kuhn. Wat is lift control? Lift control zijn eigenlijk twee functies gecombineerd. Allereerst is het een hydraulische bodemdrukregeling. Dus ik kan door middel van deze manometer met deze enkelwerkend ventiel kan ik een druk instellen waarmee de gehele maaibalk via de arm, via deze cilinder, eigenlijk van de bodem gelift wordt. Hoe meer druk ik hier in de manometer zet, hoe lichter de maaibalk eigenlijk over de bodem loopt. Heb ik een nieuw ingezaaid land, dan wil ik hebben dat mijn maaibalk zo licht mogelijk is. Heb ik ontzettend hobbelige omstandigheden, ongelijke omstandigheden, dan kan ik de druk op de maaibalk wat vermeerderen. Kan de maaibalk wat zwaarder op de grond rusten, zodat hij niet bij elke hobbel eigenlijk de lucht in gaat. En daardoor ook wat minder maait. Tevens helpt de hydraulische bodemdrukregeling ervoor voor de gelijkmatige bodemdruk. Met als voordeel dat ik minder slijtage heb aan de maaibalk, omdat ik altijd de juiste druk op de bodem heb. En nooit te zwaar of juist te licht ben. Maar lift control is niet alleen de hydraulische bodemdrukregeling. Het lift control is ook nog een hydraulische non-stop uitbreekbeveiliging. Wat wil dat zeggen? Op het moment dat ik met een maaibalk een obstakel zal raken wat niet aan de kant gaat, wil mijn maaier achteruit zwenken. Hier zit een draaipunt. In het hart van de aanbouwbok zit het draaipunt en ik kan de complete arm. Dus de complete arm en deze bok die kan om dit draaipunt naar achteren scharnieren. Op het moment dat de maaier naar achteren scharniert, gaat hij niet alleen naar achteren, maar gaat ook nog eens een keer, drukt hij een cilinder aan de achterkant, drukt hij in, waardoor de maaier uitgeheven wordt. Dus hij wordt actief uitgeheven op het moment dat ik een obstakel raak. Dus stel je voor dat ik een obstakel raak van 20, 30 centimeter hoog, wat ik niet zie. Dan gaat hij als eerst naar achteren om de klap op te vangen. En vervolgens wordt mijn arm actief uitgeheven en heft hij hem over het obstakel heen. Op het moment dat hij voorbij het obstakel is, komt de arm weer terug en zet de maaier weer op de grond. En je kunt weer non-stop eigenlijk, je kunt weer verder maaien zonder uit te stappen, zonder wat terug te hoeven zetten. En hopelijk ook zonder schade aan de maaibalk. Een uniek systeem van Kuhn dat Kuhn al vele jaren eigenlijk gebruikt en ook op deze verticaal opklapbare maaier heeft toegepast. Het is eigenlijk een maximale beveiliging van de maaier en daarmee ook
minimale stilstand mocht u een keer een obstakel raken wat u over het hoofd heeft gezien in het veld. Als we dan verder gaan kijken, de aanbouwbok hebben we gehad, dan hebben we hier de arm, hebben we hier nog een cilinder zitten. Die zorgt ervoor dat op het moment dat ik op de kopakker kom, dat mijn maaier, als ik mijn maaier uitbeur, dat hij de maaier stabiliseert. Dus dat de maaier vlak getrokken wordt, zodat de maaier niet kan gaan pendelen op de kopakker. En daarmee ook niet met de punt, met de binnenkant in de grond kan komen. En dat ik altijd een hoge uithefhoogte heb over het gemaaide zwart. Als we dan aankomen bij de maaibalk, dan is deze maaier uitgerust met de OptiDisc Elite maaibalk. OptiDisc Elite hebben we nu een aantal jaren in het programma. Is eigenlijk een doorontwikkeling van de OptiDisc maaibalk die Kuhn in 2006 heeft geïntroduceerd. En dus na vele jaren hebben ze een doorontwikkeling gedaan aan deze maaibalk. Wat is uniek aan de OptiDisc Elite maaibalk? Het eerste punt is dat we verschillende afstanden hebben tussen de schijven. Dus we hebben naar voren draaiende schijven. Dus waar de schijven naar voren draaien tijdens het maaien. Dus deze en deze zijn hier naar voren draaiend. Hier heb ik minder afstand tussen de schijven dan waar de schijven naar achteren draaien. Dus ga ik hier kijken. Hier draait de schijf tijdens het maaien naar achteren over de maaibalk. Het voordeel is dat ik hier minder ruimte heb. Dus dat ik hier meer overlap van de maaimesjes heb. Dus ik heb minder kans, of eigenlijk heb ik geen strepen, dat hij geen strepen maait. En waar de maaischijven naar achteren draaien, heb ik meer ruimte tussen de schijven, zodat het gewas beter over de maaibalk heen wil. Dat is een uniek kenmerk van de OptiDisc maaibalk. Een verandering aan de OptiDisc Elite ten opzichte van de OptiDisc is dat we hier meer ruimte gecreëerd hebben in deze omgeving, dat ik hier meer ruimte heb, zodat ik meer oppervlakte heb om te maaien. Dus dat deze inham eigenlijk, wat voorheen rechtdoor liep, is er nu bijgekomen. Dus ik heb nog eerder dat ik eerder begin te maaien. En de maaibalk is veel minder gevoelig voor vervuiling. Dus heb ik plakkerige omstandigheden. We zien het gras van tegenwoordig steeds plakkeriger worden. De omstandigheden, de grond natter. Dan heb ik dus minder. Er kan meer eigenlijk gewas aankoeken aan de maaibalk zonder dat hij gelijk gaat begint te strepen. Wat we verder zien is dat we standaard een snelwissel hebben op de maaischijven. De standaard is deze maaier uitgerust met een snelwissel, dus je kan eenvoudig met een sleutel het mes uithalen of omdraaien. Voor de rest is elke maaischijf voorzien van een Protec Drive. Dat wil zeggen, op het moment dat ik een obstakel zal raken, wat ook weer niet uit de weg gaat, dan kan de maaischijf dus afbreken. Hij breekt dus tussen de maaischijf en het lager af, zodat de aandrijving in de maaibalk intact blijft. Dus de aandrijving van de rest van de balk gaat door. En de maaischijf komt gewoon achter de maaier te liggen. En zorgt er dus voor dat de rest van de maaier geen schade heeft. Hij kan dus ook niet, komt dus ook niet in contact met de naastliggende maaischijven, omdat hij gewoon naar achteren gaat. Is dus ook standaard op deze maaibalk. Tevens hebben we in deze maaibalk allemaal grote tandwielen. Die zorgen er dus voor dat er altijd voldoende tanden met elkaar in aangrijping zitten. Om zo min mogelijk kracht per tand te hebben. En tevens is deze maaibalk onderhoudsvrij. De maaibalk is opgebouwd uit één geheel, dus het is geen bak met een deksel, met een pakking. Het is één geheel gelast, wat dus voordeel heeft dat er alle olie die erin zit, die blijft er ook in. En ik hoef die olie ook niet te vervangen. Verder is de maaibalk is opgehangen in rubbers, dus de maaibalk hangt compleet trillingsvrij van de rest van de maaier en ook van de trekker. Dus de trillingen die uit de maaibalk komen, komen niet in de rest van de maaier. Of trillingen die uit de trekker, uit de aandrijving komen, komen dus niet in de maaibalk. En dat zorgt er dus voor dat er nooit geen trillingen lagers kunnen verstoren of schade kunnen toebrengen aan lagers. Als we hier verder gaan kijken, zien we de stalen kneusrotor. Op de type aanduiding zie ik ook FC3115D en D staat voor de stalen kneusvinger.
De stalen kneusvinger is uniek bij Kuhn. Ten eerste is deze pendelend opgehangen, dus elke vinger kan los bewegen. En we zien de unieke vorm. Dus we zien dat de kneusvinger aan het eind een extra gewicht eigenlijk heeft. Een zogenaamde D-vorm. Bekijk je de kneusvinger van de zijkant, dan zie je dat hij op een kleine letter D lijkt. Het extra gewicht aan de buitenkant is ervoor. Op het moment dat die rotor wordt aangedreven, dat er meer gewicht aan de buitenkant van de kneusvinger zit. Dus ik heb meer middelpuntvliedende kracht. Oftewel, ik heb meer kracht waarmee die vinger naar buiten geslingerd wordt. Dus de terugwerkkracht, de kracht wanneer die terug zal gaan slaan, is ook groter. En dat zorgt er dus ook voor dat in de normale omstandigheden die kneusrotor, die vinger ook niet teruggaat, maar in zijn vaste positie tegen de as blijft staan. Komt er wel een obstakel door, een stuk hout, een steen, dan kan de complete vingers kunnen helemaal terug tot op de as, zodat er een grote ruimte ontstaat tussen de maaibalk en de kneusas. Daardoor is het vrij open, is er een grote ruimte waardoor het obstakel snel tussen de maaibalk en de kneusas door wil gaat zonder dat blokkeert of schade ontstaat. Voor de rest kunnen we de kneuzer op twee manieren instellen. Dat is, als eerste kunnen wij het toerental aanpassen. Dus wij hebben geen V-snaar aandrijving, maar een aandrijving via een aandrijfkast met tandwielen. En we zien hier een schakelhendel voor twee snelheden. Dus ik kan kiezen tussen de 755 toeren of de 1000 toeren aandrijving. Heb ik een zwaar gewas, kan ik kiezen voor de 1000 toeren aandrijving. Heb ik een licht gewas of een vlinder bloemen, een klaver of een luzerne. Als ik dat zou willen met de kneuzer, dan kan ik kiezen voor het lage toerental. Ook wil ik brandstof besparen, wil ik niet intensief kneuzen, kan ik ook door hem op middel van de lage toerental te zetten eenvoudig brandstof besparen. Aan de andere zijde van de maaier zien we een instelling. En ik kan hier in 5 standen de kneusplaat verzetten. En daarmee kan ik dus ook de intensiviteit van de kneuzer aanpassen aan de behoefte. Dus ik kan door middel snel van de toerental en van de kneusplaat kan ik snel iedere gewenste kneusintensiteit krijgen wat ik zou willen hebben. Aan de achterzijde hebben we hier nog gewasgeleidingsplaten. Die zorgen ervoor dat of ik in deze instelling de machine op breedspreid wil hebben, is de ondergrond nat. Of wil ik hem op zwart maken, dan kan ik eenvoudig de platen naar binnen schuiven. En kan ik dus een zwart afleggen. Door ze allebei te verzetten kan ik dus de breedte variëren van dit zwart. Aan de zijkant van de maaier zien we de FlexProtect beschermingskap. Het is een kap die, als ik een lichte aanrijding krijg met een afrasterpaal of iets dergelijks, kan die kap eenvoudig iets indeuken. Hij deukt ook vanzelf eruit. En het grote voordeel is dat dit geen staal is die indeukt of waar de verf vanaf gaat, waar roestvorming op komt. Deze kap die blijft intact en heb ik dus een betere bescherming van mijn maaier. En uiteindelijk ook na jaren een hogere restwaarde zonder dat er de kappen aan de zijkant in elkaar zitten of een dure reparatie moet uitvoeren. De voorkap kan ik, zoals ik hier kan zien, eenvoudig in zijn compleet opklappen. Ik kan het zeil vastleggen, zodat ik voldoende ruimte heb om messen te verwisselen. Ik kan ook eenvoudig de kap kan ik weer dicht doen en het zeil weer laten zakken. En sluit hij de maaier weer mooi af, zodat ik snel erbij kan, maar ook snel weer verder kan maaien. Mocht u interesse hebben in deze prachtige FC3115 maaiers of een van de andere machines die wij verkopen bij Racing Agri, neem dan gerust contact met ons op en we staan u graag te woord.